Afgelopen juli hebben we een presentatie gegeven om de eerste uitkomsten van het patiëntenonderzoek met u te delen. We hebben toen ook al een beetje verteld wat onze plannen waren en dat we met een klankbordwerkgroep aan de gang wilden om dat verder, daar verder verdieping aan te geven. Dat is ook gebeurd en een aantal leden van de klankbordwerkgroep zijn hier ook bij aanwezig. En we gaan u vertellen wat onze plannen zijn en wat dat concreet in actie is gezet. Voor de duidelijkheid, dit is het plan. We gaan hier heel 2023 mee verder. Daarom heet het ook Goede Schildklierzorg 2022-2023. En praten we niet meer alleen over het patiëntenonderzoek wat we hebben laten uitvoeren, maar ook over ons visiedocument wat net klaar is en waarvan we ons kunnen voorstellen dat u dat wellicht interessant vindt. Aan het eind van de presentatie hoor ik dan ook graag of ik het aan iedereen kan opsturen de komende weken, of dat misschien een aantal mensen zeggen van dat vind ik minder interessant. Maar dat visiedocument is het kader waarbinnen wij bewegen als Schildklierorganisatie Nederland. En daarin staat echt onze visie op goede schildklierzorg. En dat is onder andere gebaseerd op deze uitkomst. Dus twee stromen van informatie die we gebruiken, natuurlijk gecombineerd met alle informatie die we al hebben verzameld de afgelopen jaren en die onze vrijwilligers ook dagelijks als ervaringsdeskundigen horen vanuit onze achterban en alle andere schildklierpatiënten. Vanuit het patiëntenonderzoek, de signalen, heel duidelijk, het zorgtraject voldoet niet altijd. Er is te weinig of zelfs helemaal geen aandacht voor onze kwaliteit van leven. Onvoldoende bewustzijn bij de zorgverlener van de grote impact op het dagelijks leven die het hebben van een schildklieraandoening kan hebben. Geen aandacht voor de mens achter de patiënt, de hele mens, het holistische beeld. Het gaat niet alleen om die aandoening, het gaat om het hele mens en alles waar hij of zij mee bezig is en wat hij nodig heeft om zich goed te voelen. Vanuit het visiedocument, een zeer late diagnose, dat zien we ook echt elke keer weer als signaal terugkomen dat mensen zo lang met zo'n vage klachten rondlopen. We noemen het vage klachten omdat het een heel breed spectrum is van klachten waar nog niet gediagnosticeerde patiënten mee worstelen. Een niet optimale behandeling. En we kennen allemaal de verhalen van de arts die zegt, nou, uw waarden zijn zo, dus we zien u volgend jaar nog wel een keertje. En tegelijkertijd hoef je je helemaal niet goed te voelen. Geen her- en erkenning van beweegklachten. Heel duidelijk signaal wat we terugzien. Is ook behoorlijk wat onderzoek al naar gedaan. Ook geen her- en erkenning van psychische klachten. Zowel psychische klachten die voortkomen gewoon biomedisch, omdat je een schildklieraandoening hebt, kan dat vanuit je lijf ook psychische klachten geven. Maar je kunt ook naar aanleiding van de aandoening psychische klachten ontwikkelen. Geen of onvoldoende informatie op cruciale momenten, iets wat we veel terugkrijgen. En geen of onvoldoende informatie over medicijngebruik. Als laatste, geen of onvoldoende informatie over leefstijl. Nou is leefstijl wel een begrip wat we een beetje lastig vinden, want we komen het nu overal tegen. Elke zorgverzekeraar zwaait ermee. Dus ik denk dat het absoluut elementen heeft die heel belangrijk zijn. En waar we ook met elkaar naar moeten kijken, hoe we jullie daar meer informatie over kunnen geven, maar dat het wel een vergaarbak is. Dus we wisten niet goed een ander woord in deze terminologie. En geen of tijdige doorverwijzingen. Te lang blijven worstelen bij een huisarts, terwijl je klachten blijvend zijn en je eigenlijk behoefte hebt aan een internist en endocrinoloog. Geen samenwerking en afstemming bij meerdere aandoeningen. We hebben net een kennisfestival gehouden, waarbij het thema multimorbiditeit was en ook heel vaak duidelijk was dat de ene specialist eigenlijk niet goed wist dat je als patiënt ook bij die andere specialist voor een aandoening hebt. Daar ook hebben we behoefte aan. Geen transparantie in de schildklierzorg. Het wie doet wat. Ook daar denken we dat het belangrijk is dat we dat hele veld goed in beeld willen krijgen. De uitgangspunten voor SOM. Het patiëntenperspectief is leidend. We zijn een patiëntenorganisatie. Dus dat is absoluut het allerbelangrijkste voor ons. Die persoonsgerichte zorg, dus de behoeften en de wensen van de patiënt, zijn het uitgangspunt.
Dat wordt ook benoemd in de passende zorg, zoals dat geformuleerd is door de overheid, waarvan wij ook vinden dat dat ongelooflijk belangrijk is. Dus niet vanuit die arts met die aandoening, maar vanuit de patiënt. Of eigenlijk vinden we dat ook al best een lastig woord. We zeggen steeds vaker mensen met een aandoening. Kijken naar de behoeften en de wensen die vanuit hem of haar leven. Zoveel mogelijk je eigen regie in de eigen hand houden. Self-management, als dat kan natuurlijk. Het is afhankelijk van de aandoening en van de staat waarin je zelf bent, in hoeverre je dat kan. Een vroegtijdige inzet ervaringsdeskundigheid ten behoeve van de coping en het acceptatieproces. We weten uit ervaring hoe belangrijk het is om met elkaar, met mensen die het zelf hebben ervaren of nog ervaren als patiënt, ik gebruik toch het woord in deze context, maar te praten. Dat gebeurt heel veelvuldig in onze besloten Facebookgroepen en ook doordat mensen bellen naar onze schildkliertelefoon. Dan vanuit het visiedocument, de criteria voor de goede schildklierzorg. Toegankelijke informatievoorziening op het juiste moment. Al eerder genoemd, heel essentieel. De schildklierdeskundigheid, dat men ook weet echt waar het over gaat. Een vroegtijdige diagnose door eerder te testen. En minder lang te moeten worstelen met allerlei klachten zonder dat je weet waar het vandaan komt. En ook zonder dat je daarbij wordt geholpen. Het tijdig verwijzen naar de tweede en de derde lijn. Even voor de duidelijkheid, de eerste lijn praten we echt over waar je zo naartoe kan als je huisarts, waar je geen verwijzing voor nodig hebt. De tweede lijn is het ziekenhuis, waar je door de huisarts naartoe wordt verwezen of in terecht komt door een ongeval trauma. En de derde lijn zijn echt de experts ziekenhuis. Een andere belangrijke criteria voor goede schildklierzorg is dus die persoonsgerichte behandeling en daarbij vinden, en dat is eigenlijk iets waar we nu heel veel aandacht voor hebben en willen hebben, is die systematische monitoring. Wat gebeurt er gedurende de jaren met je als patiënt? We willen het bijhouden gedurende het hele zorgpad. Daar kom ik straks op terug. En ook tijdig psychosociale begeleiding en of ondersteuning of verwijzen. Soms klinkt het als we dit schrijven alsof ik, wij allemaal als patiënt helemaal niks kunnen. Zo bedoelen we dat uiteraard niet. Wat we hier bedoelen is dat die zorgprofessional, die hulpverlener erkent dat je meer behoeftes hebt dan alleen maar dat pilletje. En dat kan op heel veel gebieden liggen. Patiëntgerichte zorg met voldoende ondersteuning voor zelfmanagement. Want dat zelfmanagement is enerzijds essentieel voor jou als patiënt, maar ook onvermijdelijk met zo'n grote groep patiënten de komende jaren en zo'n weinig aantal zorgprofessionals. Onderzoek in het belang van de patiënt vinden we ook heel erg belangrijk. Gaan we komend jaar ook mee aan de gang. Dus dat zijn de punten waar we ons vooral voor willen inzetten. Nou, hoe zouden we verder gaan? Wat hadden we afgesproken in juli? Die uitkomsten verwerken we in dat visiedocument. Dat is klaar. Willen we graag met u delen als u dat prettig vindt de komende weken. We hebben 3 speerpunten geformuleerd, nogmaals samen met die klankbordwerkgroep die bestaat uit verschillende vrijwilligers, patiënten. Waarbij we gezegd hebben, 1 is wat kunnen wij gaan doen om de patiënt, de mensen met een aandoening, met een schildklieraandoening, te ondersteunen. En dan is ondersteunen misschien een lastig woord, maar faciliteren. Wat kunnen we hun aanbieden waar ze wat aan hebben, zodat ze sterker staan gewoon in het leven. De tweede pijler, ook heel belangrijk, is vanuit die patiënt in zijn communicatie naar die zorgverlener. Dat is natuurlijk onderdeel van pijler 1, maar dat vinden we zo belangrijk dat we dat apart in een pijler willen gaan uitwerken en met allerlei instrumenten ondersteunen. En de derde, de ondersteuning van de zorgverlener. Dan denken jullie misschien, ga je de zorgverlener steunen? Nou, we komen daar zo op terug. We willen kijken wat we hem of haar kunnen aanbieden, zodat die erkenning van onze groep patiënten makkelijker en sneller gaat. En de klankbordwerkgroep waar ik al over sprak, die zouden we gaan samenstellen. Hebben we gedaan. En de volgende stap wordt het samenstellen van een panel van geïnteresseerde huisartsen. Leuk, er zijn al een aantal huisartsen die gezegd hebben dat ze graag met ons willen meedenken. Onder andere professor Jacco Burgers, een van de sprekers op het Kennisfestival. En het 5e punt wat we hadden afgesproken, is dat we in gesprek gaan met de verschillende schildklierpolies over onze visie en hoe we samen komen tot een
gedragen visie. En dat klinkt een beetje hoogdravend, maar we willen dat wel ook vertalen in operationeel gedrag. In zeggen van nou, zo moet volgens ons een goede schildklierpolie eruit zien. Dat wordt nog een vervolgtraject. Dus nogmaals de drie pijlers. Ondersteuning patiënt, samenwerking vanuit die patiënt naar zijn zorgverlener toe. Wat heeft hij nodig om hem te versterken, het makkelijker te maken. En de ondersteuning van de zorgverlener. De eerste, ondersteuning van de patiënt. Het uiteindelijk doel is die kwaliteit van leven. We hebben even gekeken, want ook daar kun je zeggen van wat versta je daar nou onder. We hebben gekeken naar verschillende definities en nu gekozen voor de staat hoe iemand zelf zijn lichamelijke, psychische en sociale functioneren ervaart. Dat is uiteindelijk wat we willen. Het hele bestaan van de schildklierorganisatie in Nederland is om te zorgen dat uiteindelijk iedereen voor hem of haar een kwaliteit van leven heeft die oké is. Je hebt een aandoening in meerdere mate, min of meer zwaar, drukkend op je dagelijks bestaan, maar we willen dat zo draaglijk mogelijk, zo goed mogelijk doen. Dat is uiteindelijk de missie waar we naartoe gaan. Wat draagt bij, wat is ontzettend belangrijk, is dat zelfmanagement. Je eigen regie. Wat wil jij? Niet wat die dokter zegt, maar waar wil jij naartoe? Je moet sterk in je schoenen staan. Je moet zelf kunnen omgaan met je schildklierdoening, want jij staat er elke ochtend mee op en gaat er 's avonds weer mee naar bed. En wat je ook nodig hebt, is je communicatie, je partnerschap, je vertrouwen en respect. Zo wil je behandeld worden en zo wil je met elkaar ook omgaan. Dus wat denken wij dat nodig is? Waar kunnen wij nu als schildklierorganisatie aan bijdragen? Is het sterker maken van die patiënt. We praten over pijler 1, die ondersteuning. Dus die ervaringskennis, handvatten geven, leren van en met elkaar. Nou, die kennis zit natuurlijk al heel erg in onze website. Ik weet niet of u recentelijk gekeken heeft. We zijn heel hard bezig om die website nog makkelijker te maken. Dat je makkelijker je onderwerpen vindt, dat het er fris uitziet. Caroline heeft daar ongelooflijk hard aan getrokken dit jaar. Je kunt makkelijk nu ook naar de webinars. We hebben er heel veel gemaakt, naar de podcast. Ik zat laatst te kijken, even vanaf, ik ben maart vorig jaar begonnen. Dus ik zie wat we vanaf dat moment met elkaar allemaal gerealiseerd. Ik geloof dat er op YouTube al meer dan 22 filmpjes staan. Dus echt interessant als je je kennis wil uitbreiden. Natuurlijk, een van onze belangrijkste pijlers, de ervaringskennis en het lotgenotencontact. Jullie weten allemaal, we organiseren heel regelmatig online bijeenkomsten. Zo hier en daar mogen we ook weer de fysieke bijeenkomsten organiseren. We hebben de besloten Facebookgroepen waar je met lotgenoten met elkaar kan praten, dingen kan inbrengen en natuurlijk onze schildpiertelefoon, die elk jaar toch zo'n 1500 uitgebreide telefoongesprekken voert. Dan komen we bij die ervaringskennis, hè, dus die handvatten die wij als schildklierorganisatie willen gaan aanbieden. Wat onze ideeën daarover zijn, dat kan door van elkaar te leren, wellicht in de vorm van een maatje vinden, een buddy waar je je verhaal kwijt kan. En zo komen we bij onze self-management cursussen. Dan definiëren we eerst even wat self-management dan precies is, dat we over hetzelfde praten. Het zelf omgaan met de aandoening, de symptomen en de psychosociale gevolgen van de aandoening. Het zelf omgaan met factoren die de symptomen kunnen verergeren, dus de risico's die eromheen spelen. En het zelf werken aan leefstijlverandering. Een bestaande definitie die wij gebruiken als uitgangspunt om te kijken wat kunnen we om dit te versterken aanbieden. Het hart van zelfmanagement wordt gevormd door de communicatie met de zorgverlener natuurlijk. Dat is het waar je als mens met een aandoening behoefte aan hebt. Communicatie gaat het over, maar ook partnerschap, dus gelijkwaardigheid, vertrouwen en respect. Dit komt in pijler 2 terug. En het uiteindelijke resultaat laat zien dat mensen beter omgaan met hun ziekte. Meer mens met een ziekte of met een aandoening in plaats van een zieke. Kwaliteit van leven is bepalend. En die is voor iedereen anders. Die zelfmanagementcursussen zijn dus cursussen waarbij naast de kennis ook echt die ervaringskennis ingebracht gaat worden. En die ervaringsdeskundigheid. En die moet aansluiten op de vraag en aangepast zijn aan de doelgroep van mensen met een schildklieraandoening. Kleine tip, er zijn een aantal zorgverzekeraars ook binnen dat leefstijlconcept, alles wat je kan doen om zelf sterker te worden, die zorgverzekeraars gaan vergoeden. Daar gaan we ook naar kijken in hoeverre wij, als we die cursus gaan aanbieden, die we nu zelf willen ontwikkelen, waar we vandaag met u over willen praten, kijken of we daarvoor in aanmerking zouden kunnen komen.
Dan is Esther heel erg bezig met de inhoud van de cursus. Ik licht even alles toe en dan aan het eind komen we terug, want we hebben zeg maar de content verdeeld. Esther is echt bezig met de inhoud van de cursus, maar de pijlers zijn verdeeld over Caroline, Esther en Suzanne. Dit is een voorstel, dus we kunnen daar samen over praten. Ik heb even een bericht in de chat. Krijgen we een samenvatting hiervan toegestuurd? Zeker. Hij wordt opgenomen, deze presentatie, en wordt ook gedeeld. De thema's, inhoud van de cursus. Introductie, hè? Zo beginnen we natuurlijk. Het is de bedoeling dat we met kleine groepen gaan werken. Dat je ook vertrouwelijk met elkaar kan praten, dingen kunt delen. Dus die introductie en kennismaking is belangrijk. Dan een thema wat wij denken dat bij iedereen speelt, is die chronische vermoeidheid en het energieniveau. Waar komt het vandaan? Het met elkaar praten, die herkenning. En wat houdt het in om een laag energieniveau te hebben? Wat betekent het als je je eigen kind niet achter op de fiets kan tillen? Wat betekent het als je vrijdagavond leuk uit bent geweest en voor de rest het hele weekend moe op de bank ligt en je partner of je vrienden zeggen, joh, doe niet zo flauw, vrijdag was je er ook bij. Het is zo belangrijk dat je goed van jezelf weet hoe je je voelt en dat ook op een goede manier kan uitleggen. En dat je jezelf niet dwingt om dingen te doen die je eigenlijk beter niet kan doen. Dus draaglast en draagkracht, hoe hou je dat in balans? Richting je werk ook, familie, vrienden, hobby's. Het communiceren, gewoon naar jezelf toe, wees eerlijk. Ik vond het heel opvallend in de podcast met professor Frank Baks. Ik weet niet of jullie die beluisterd hebben. Het gaat over schildklier en echt sporten. Waarop hij een voorbeeld geeft dat de meesten, en het zijn vaak vrouwen, als zij een trap oplopen en halverwege echt eigenlijk niet meer kunnen, maar hun collega loopt ernaast denken, stel je niet aan, gewoon doorlopen. Terwijl als schildklierpatiënt het wellicht veel beter voor je is, als je even stil blijft staan en rustig de tijd neemt om je lijf te laten herstellen voordat je doorloopt. Dus ook communiceren met jezelf, goed kijken naar wat je nodig hebt. En dat klinkt makkelijker dan dat het is. Nou, dat leefstijlbegrip, ik noemde het al even, is heel breed. Dus dat is ook iets waar wij echt op moeten gaan inzoomen van wat is de behoefte van onze schildklierpatiënten op het gebied van leefstijl, waar ze meer informatie, meer handvatten willen krijgen om daarmee om te gaan. Want het kan inderdaad over eten gaan, over bewegen, over slapen en over nog veel meer. Mental fitness, mindset. Heel belangrijk, heeft tijdens corona eigenlijk nog veel meer aandacht gekregen, veel meer aanbod ook gekregen. Wij willen al deze onderwerpen specifiek voor onze patiënten en gebaseerd op de ervaringen en ervaringskennis van onze patiënten ontwikkelen. En natuurlijk evaluatie en voortgang. Want stel, je hebt deze cursus gedaan en je zegt, nou wat voor mij echt heel lastig blijft is, ik zeg maar wat, binnen de leefstijl, het blijven bewegen, met te blijven motiveren. Dan kunnen wij als schildklierorganisatie zeggen van, wij gaan zelf nog meer cursussen ontwikkelen. Of we kunnen zeggen, we brengen in kaart het aanbod wat er is. En dat bieden we aan. En dan kan iemand zelf besluiten om verder specifiek om een thema cursussen en opleidingen te gaan volgen. Dus dat is een beetje de gedachte daarachter. Communicatie met de huisarts, nogmaals. Heel belangrijk onderwerp, maar dat komt in pijler 2 ter sprake. Dan gaan we over naar die pijler 2, dus die samenwerking tussen de patiënt en zijn zorgverlener, maar dus vanuit de patiënt. Nou, het doel natuurlijk, betere communicatie met elkaar, om uiteindelijk die kwaliteit van leven zo optimaal mogelijk te krijgen. Wat draagt bij? Wat is een voorwaarde? Je wil gehoord worden. Je wil echt gehoord worden. Je wil die optimale behandeling. Niet alleen het pilletje, niet alleen die waarden die kloppen, maar je echt goed voelen. Je wil ondersteuning binnen de mogelijkheden die er zijn. Je wil ook duidelijkheid in de aanpak. Dus wat staat er in die medische richtlijn en doet mijn arts ook wat de bedoeling is? Hierbij wil ik opmerken dat we nou soms praten op een manier dat lijkt of die zorgverleners er helemaal niks van brouwen. Dat is natuurlijk niet waar. Er zijn heel veel goede artsen die het heel goed doen. En als wij kijken naar de bijna 1 miljoen mensen die als schildklierpatiënt gediagnosticeerd zijn, of waarvan de artsen verwachten dat ze rondlopen met een schildklieraandoening en nog niet gediagnosticeerd zijn, dan weten we uit onderzoek dat er ongeveer een groep is van zo'n 100.000 mensen die echt worstelen, zich niet
goed behandeld, goed ingesteld, et cetera. Maar laten we niet vergeten dat er gelukkig ook heel veel mensen zijn die met goede medicatie en een goede instelling die optimale kwaliteit van leven al wel bereikt hebben. Dat wil ik er nog wel even bij zetten. Dus die medische richtlijn blijft belangrijk. Daar zitten we ook zoveel mogelijk in. Die verschillende richtlijncommissies zijn wij betrokken. De kenniscommissie met Anneke Bouwman is actief. Esther is actief. Dus dat proberen we op alle gebieden. En duidelijkheid in verwachtingen. Het managen van verwachtingen. Wat mag je verwachten van die zorgverlener? En andersom ook. Dus dat is belangrijk om die gelijkwaardigheid, dat partnership ook te herkennen. Nou, wat is nodig? In paars weer hetgeen wat wij willen gaan doen. Manieren, hulpmiddelen om die zorgverlener goed te informeren over hoe jij je voelt. En ook hoe je je onderbouwt om samen te kunnen beslissen. Nou, wat zijn voorbeelden? Een dagboek. Veel mensen gebruiken dat al. En het is leuk om te vertellen dat we aan het verkennen zijn om een goede app te ontwikkelen die zeg maar voor jou persoonlijk alles kan gaan registreren. En zelfs als je dat zou willen in de toekomst, maar niet eens zo verre toekomst, gepersonaliseerd kan doseren wat medicatie betreft. Dr. Marco Medici is ook betrokken bij die ontwikkeling van die app. En daar, dat is spannend, daar gaan we volgend jaar mee verder. Daarnaast klachtenlijsten, wellicht bekend van onze website. Hè? Klachtenlijst, hypothyreoïdie en de hyperthyreoïdie. Dat zijn hulpmiddelen om te kijken, hey, waar heb ik allemaal last van? En ook om te gebruiken in je gesprek met je zorgverlener. Het hypo-woordenboek, Ellen is aanwezig. Misschien straks nog wel leuk als we daar tijd voor hebben om iets meer over te vertellen. Zij werkt aan een project of heeft een student die aan een project werkt aan een scriptie. Om in de ontwikkeling van een hypo-woordenboek om de juiste woorden te vinden als je een hypothyreoïdie hebt. Dan samen beslissen al enkele jaren een campagne die gevoerd wordt. Onderdelen hiervan denken wij gewoon te gebruiken om aan te bieden aan de patiënten in zijn communicatiegesprek met die zorgverlener. Dus we gaan niet alles zelf verzinnen, er is al heel veel. En er wordt op dit moment meer ontwikkeld, zoals door Ellen Molenwijk. En ook wij zelf gaan daarmee aan de gang. En dan het PGO. Er wordt heel hard aan gewerkt. Dat is ook alweer zo'n 3-4 jaren traject. Dat is de persoonlijke gezondheidsomgeving. Waarbij het de bedoeling is dat iedereen in Nederland zijn eigen PGO heeft. En wat is dat? Dat is eigenlijk een dossier, digitaal. Waarin alle informatie die je nu bijvoorbeeld bij mijn dossier van je huisarts ziet. Die wordt daarop ingevoerd, als je dat wil. Je informatie bij je ziekenhuis, bij je behandelend specialist, kan je dan allemaal in je eigen PGO invoeren, waardoor je een heel mooi overzicht krijgt wat je hebt, hoe je je voelt. Dat kun je dan combineren ook met je dagboekjes en ook eventueel in die app. En is in je gesprek met je zorgverlener ook een mooie informatiedatabase om te gebruiken. Op dit moment zijn, als ik het goed zeg, de huisartsen grotendeels aangesloten. Wij volgen het op de voet. Het is nog lang niet klaar, maar het gaat gebeuren. En dan hoeft Delicate, het stappenplan, weer in het paars. Daar denken we dat er een rol ligt voor ons als schildklierorganisatie om dat te gaan ontwikkelen. Dan moet je denken aan, wij hebben nog niet pan klaar al hoe dat stappenplan eruit gaat zien, maar we hebben wel nagedacht, wat zijn onderwerpen? Bijvoorbeeld, mijn doel van mijn gesprek met mijn zorgverlener is, ik wil geprikt worden op schildklieraandoening, want ik heb vage klachten, nog geen diagnose. Wat heb je nodig aan argumenten, aan het goed beschrijven hoe je je voelt, aan de goede woorden gebruiken, om dit te laten, voor elkaar te laten krijgen? Maar ook, mijn bloedwaarden zijn goed, maar ik voel me echt niet goed. Wat kan ik zeggen? Hoe kan ik dat doen? Ik wil meedoen aan een onderzoek, het onderzoek wat 2 weken geleden of een maand geleden alweer gestart is in het Erasmus, hè, de T3, T4 combinatietherapie, die echt gaat over die restklachten. Hoe doe ik dat? Wat heb ik nodig? Waar moet ik zijn? Wij denken dat we dat soort dingen zouden kunnen aan gaan bieden aan u als patiënt. Mens met een aandoening. Ik wil geen ander merk levothyroxine en mijn apotheker probeerde toch. Hoe ga ik daarmee om? Onderwerpen waarvan wij denken dat we u kunnen gaan helpen. Waar denken we aan voor de zorgverlener? Dat is natuurlijk die andere kant, waarvan we zeggen in die pijler 3, hoe kunnen we die zorgverlener ondersteunen dat uiteindelijk het voor die patiënt makkelijker, prettiger wordt, eerder gediagnosticeerd
beter ingesteld, et cetera. Nou ja, naast de genoemde manieren hulpmiddelen waar we aan denken voor de patiënt, die ik net noemde, willen we ook dat doen voor die hulp, voor die zorgverlener. Waarom? Om het hen makkelijker te maken, om de klachten van schildklierpatiënten te her- en te erkennen en de behandeling te optimaliseren. De pijler 3 waar ik net al even over sprak. Ondersteuning van de zorgverlener. Het uiteindelijke doel weer, zorgverlener het makkelijker te maken om de klachten van ons als schildklierpatiënt te herkennen en te erkennen, waardoor die zorgverlener sneller adequater kan handelen en zo de kwaliteit van leven van de schildklierpatiënten bevorderen. Dit is een uitdaging, want als we kijken naar bijvoorbeeld de eerste lijn, die huisarts heeft zo weinig tijd, zoveel patiënten, in zo'n breed spectrum van klachten, dat is natuurlijk ontzettend lastig. Daarom willen we ook graag samen met dat panel van huisartsen gaan nadenken wat we kunnen doen om dat makkelijker te maken. Wat draagt bij? Goede kennis van de schildklieraandoeningen, dat is iets waar wij aan kunnen bijdragen aan de kant van de zorgprofessional. Duidelijkheid in de aanpak naar de patiënt toe, de medische richtlijnen. De holistische aanpak waar echt behoefte aan is. Dus kijk naar het hele mens, niet alleen naar de aandoening. En die informatiedatabase voor de zorgverlener en de patiënt. Ik noemde al even het dagboekje, de app waar we mee bezig zijn. En de PGO, die persoonlijke gezondheidsomgeving, waar u als patiënt heel veel informatie kunt verzamelen en kunt gebruiken om die zorgverlener goed te informeren. Wat is nodig? Het is belangrijk dat die zorgverlener de medische richtlijn volgt. Dat gebeurt in principe ook. Er wordt behandeld op labwaarde, dat is 1. En hopelijk ook wordt er gekeken of die patiënt klachtenvrij is. We weten dat hier nog echt werk aan de winkel is. Goed inzicht in die kwaliteit van leven. Dus vanuit de zorgverlener kijken van, u bent nu wel goed ingesteld, maar hoe voelt u zich? Wat kan ik verder doen? Wat heeft u nodig? Hoe kan ik u faciliteren? In het Zuiderlands ziekenhuis in Limburg bijvoorbeeld houden ze spreekuur waarbij de endocrinoloog samen met de psycholoog de gesprekken voert met de patiënt, omdat zij weten dat heel vaak in dat hele zorgpad behoefte is aan een stukje psychische ondersteuning. Dus dat hele integrale zorgbeeld moet gaan meespelen. Dit is echt de wens van de patiënt, dat blijkt ook uit de verschillende onderzoeken. Nou ja, het zorgpad, het is nodig, het zorgpad dat voor de schildklierpatiënt dat goed in kaart is. We hebben allemaal wilde plannen om ook een zorgpad helemaal in beeld te gaan brengen, om te gaan filmen binnen een van de ziekenhuizen die daar denken wij goed mee bezig is. Dat is bijvoorbeeld het Rijnstaat ziekenhuis in Arnhem, waar je als patiënt binnenkomt en je afspraak hebt en dan ga je niet van de ene specialist naar de ander, maar die komen allemaal bij jou. Jij wordt lekker geïnstalleerd in een kamer met een case manager. Specialisten komen langs en die case manager blijft in het hele traject jouw aanspreekpunt. Dan denk je, zo zou je het willen. Nou, hoe denken wij die ondersteuning aan die zorgverlener binnen deze pijler 3 verder te realiseren? Wat ik al zei, dus meer kennis, dus meer schildklier als onderwerp in de opleidingen, die ervaringsdeskundigheid inbrengen. En als jullie het nieuws volgen, dan zie je ook dat er steeds meer gevraagd wordt naar ervaringsdeskundigheid. In de nascholing willen we ons meer laten zien. Het kwaliteitsregister, hè, dat geldt natuurlijk voor de huisarts, praktijkondersteuner, verpleegkundig specialist. We zijn aan het kijken van, is het mogelijk dat wij bijvoorbeeld workshops organiseren die accreditatiepunten opleveren voor die zorgprofessionals, zodat het voor hen ook aantrekkelijk wordt om schildklierles te krijgen. Al dat soort dingen spelen bij ons, denken we over na en hopen we actie op te gaan ondernemen. En heel belangrijk, ik noemde het al op een eerder moment, en voor mij is dit iets, het was er al, het is er al, maar nu maken we het heel belangrijk, dat is die systematische monitoring van die kwaliteit van leven. Dat gebeurt vaak met behulp van prompts, en dat wil ik even uitleggen. Oh, dus dan vergeet nog eventjes dat inderdaad de eerste, tweede en derde lijn. Ik kan mijn eigen tekst even niet lezen. Maar we maken daar ook een stappenplan voor. En die prompts, zoals hier een paar is aangegeven, gaan wij dan even verder op in. Een prompt is een instrument voor zelfmonitor. Het zijn vragenlijsten, even simpel gezegd. Ze meten de mening en de waardering van de patiënt over zijn eigen gezondheid, hoe hij dat ervaart en zijn kwaliteit van leven.
En uiteraard, om een goed beeld te krijgen, is het belangrijk dat er herhaalde metingen zijn, dus systematische monitoring. Dan kun je het verloop van de tijd ook goed zien. Vragen die gesteld worden zijn over pijn, over vermoeidheid, beperkingen in het dagelijks functioneren. Ook over angsten, depressies, kwaliteit van leven, etc. En het mag duidelijk zijn dat wij grote voorstander zijn dat dat standaard wordt ingezet. Eens even kijken. Stappenplan 80% is eerste lijn. Speelt bij die huisarts. Daar willen we dus dat panel gaan samenstellen om bij die huisarts ideeën te toetsen hoe we hun kunnen faciliteren het onze patiënten makkelijker, prettiger te maken om sneller gediagnosticeerd en optimaal ingesteld te worden. Onderbouwing van die meerwaarde, hè? Dus desk research. Wat is er al ontwikkeld? We hoeven niet alles zelf te bedenken. Wat is evidence-based en kunnen we voordragen? Het selecteren van die prompts, van die vragenlijsten. Het gaat te ver, maar vrijwel alles is er. Alleen het wordt nog lang niet overal ingezet. En als het wordt ingezet, is het ook niet altijd op de goede manier. Dus we gaan heel erg kijken, wat is geschikt voor onze patiënt en hoe kunnen we dat straks in dat hele, die schildkiepolie, goed gaan inzetten. Kleinschalig onderzoek uitvoeren willen we zelf gaan doen om ook die effectiviteit te kunnen aantonen. Naar de tweede en derde lijn, dus het ziekenhuis en de experts. Contact met die polies. Sommigen van u weten dat we voor corona daarmee gestart waren om contact te leggen met al die ziekenhuizen die op schildkliergebied al echt extra actief waren, eigen polies hadden. We gaan terugkoppelen wat onze plannen zijn, het visiedocument aanbieden en dan kijken, wat wij natuurlijk het liefst willen, is dat er een soort format is hoe de patiënt vanaf dat hij klachten heeft en binnenkomt in dat ziekenhuis of in dat expertcentra, totdat hij naar huis gaat op een manier die draagbaar is met een optimale kwaliteit van leven, hoe we dat eruit willen laten zien. En het goede nieuws is dat ook vanochtend er weer een vraag van een ziekenhuis was van hoe kom ik op jullie lijst van schildkierpolis? Dus dit speelt ook echt aan de kant van de zorgverleners. Het inventariseren van zorgpaden. Het liefst zouden we heel Nederland, die 75 tot 80 ziekenhuizen die er zijn, in kaart brengen. Daar gaan we ook stappen voor ondernemen. Daar hebben we ook al wat stappen voor ondernomen. Onze stagiaires die daar hard mee bezig zijn. Allereerst al kijken, wat is de informatie die op een website staat van een ziekenhuis? Wat gebeurt er als ik doorverwezen word door een huisarts naar een internist en endocrinoloog? Geeft dat voldoende informatie? En dan, als je daar dan komt, hoe word je opgevangen, behandeld? Hoe krijg je informatie, et cetera? Dat willen we allemaal zoveel mogelijk in kaart brengen. En dan, volgende stap natuurlijk, in gesprek gaan om te kijken of het zoveel mogelijk kan gaan naar de wensen van onze patiënt. Onze prioriteit daarbij duidelijk aangeven, de kwaliteit van leven in beeld, dat monitoren, dat ingebed wordt in dat zorgpad, dus dat dat getoetst blijft worden. Hoe voelt u zich als patiënt? Wat zijn uw ervaringen? En hoe is nu vandaag uw kwaliteit van leven? En samenwerken met koplopers, daarmee bedoelen we, er zijn een aantal ziekenhuizen ontzettend goed bezig. Polies, Rijnstaten gaf ik als voorbeeld net, die echt vanuit de patiënt willen redeneren. Nou, daar haken we natuurlijk het liefst bij aan. En kijken of we dat kunnen opschalen naar veel meer ziekenhuizen. En bij andere ziekenhuizen ook voortaan hetzelfde eigenlijk. Die good practices, wat ergens anders al werkt. Kijk of jullie dat ook kunnen implementeren in je eigen zorgpad. En dat natuurlijk promoten bij de andere ziekenhuizen in het land. De pijlers bieden de patiënt. Dit is bijna het einde van de presentatie. Voor de patiënt, pijler 1, hè, waar we ons echt op willen focussen. Meer regie, die zelfredzaamheid. Je bent onafhankelijker, eigen keuzes maken. Maar ook goed nadenken over en eerlijk zijn naar jezelf toe. Van wat heb ik nodig? Meer vertrouwen. Hè, niet dat machteloze gevoel proberen te overstijgen dat je daar iets mee kan. Beter zelfbeeld. Gebruik van die ervaringsdeskundigheid, die expertise die er is bij de patiënt, ouder, partner, afhankelijk van de aandoening. Meer gelijkwaardigheid. Je haalt niet alleen, je brengt ook echt dat partnership. Zowel naar je werk, naar je mensen om je heen. Je bent niet minder omdat je een aandoening hebt. Je bent totaal gelijkwaardig. Je hebt alleen misschien andere dingen nodig. En echt die daadwerkelijke participatie. Die self-management by doing.
Dit is pijler 1. Als je kijkt naar pijler 2, hè, in die relatie tussen patiënt en zorgverlener, waar we mee aan de gang gaan, nogmaals vanuit het perspectief van de patiënt. Betere communicatie, duidelijkheid, niet naar buiten gaan en dan thuis komen en denken, wat zei die nou eigenlijk precies? Preventie, proactief, door vroeg signalering, bijvoorbeeld bij ontregeling. Heel belangrijk, als je dat als patiënt goed voelt en goed kan aangeven en je hebt een gelijkwaardig partnership met je zorgverlener, dan is daar begrip voor. Dan wordt er ook serieus gekeken naar die klacht. En doelmatiger, persoonsgericht behandeling en zorg. En die monitoring, die noemen we, die geeft echt inzicht in hoe je zich voelt. Vaker gemeten door de periode heen. En ja, er staat hier ook de eerste monitor en die begint met die nulmeting. Je moet natuurlijk een norm stellen van waaraf ga je meten. Als je gaat meten vanaf dat je 12 was en huppelend naar school ging, is het natuurlijk geen nulpunt. Dan moeten we goed kijken wanneer je dat pakt. En door die directe feedback veel sneller bijstellen. En kan er gestart worden wellicht met een aanpassing, een behandeling en coaching. Dus echt die zorg op maat. Fijn dat jullie erbij waren. We gaan hard verder. Ik wens iedereen een fijne dag.